groot genoeg om de presentatie te delen met iemand van de commissie zelf die daar actief in is. Dus ik zal vooral het woord aan Lieve laten, want zij zal wat vertellen over het initiatief wat in Europa is genomen. Dat heet Opening Up Education. En ik zal u wat bezighouden met wat is Opening Up Education eigenlijk? Waar gaat het eigenlijk over? En wat is Open Education eigenlijk? Want wij organiseren dit in de week van Open Education. En als je dan je afvraagt, mijn dia's zijn allemaal in het Engels, want ik wil ze graag breder ook gebruiken, maar ik zal in het Nederlands daar wat bij vertellen. Als je kijkt naar het woord open, dan wordt dat heel veel gebruikt. Open Education is de week waarin we nu zitten, maar als je even in de historie gaat kijken, dan zie je dat open al werd gebruikt zo'n 40 jaar geleden bij de open universiteiten, onder het begrip open learning. De Witsohu was een eerste voorbeeld daarvan. En er zijn veel instellingen de Witsohu gevolgd. In 2001 kwam het woord open in het woord open courseware voor bij MIT. In 2002 startte UNESCO met de term Open Educational Resources, weer het woord open. Toen begonnen we vooral over open education te praten. En dat werd gemarkeerd door de Cape Town Declaration in 2008. Toen kwamen in 2011 plotseling die, ja, eigenlijk al in 2008, maar in 2011 werd het echt pittig, kwamen de MOOCs langs met weer open daarin voorkomend. En nu hebben we het over opening up education. Nou, dat is een beetje een jungle van terminologie. En als je dan afvraagt, is het allemaal wel zo duidelijk wat hier staat? Dan is het antwoord nee. Ik denk open learning is goed gedefinieerd. Open educational resources is goed gedefinieerd. Maar als je nou kijkt naar wat verstaan we onder open education, en je zoekt dat op in de literatuur, dan vind je heel weinig. Toen dacht ik, nou, dan gaan we maar eens bij Wikipedia kijken, want daar staat, lees ik nu even voor. Open education is a collective term that refers to educational organizations that seek to eliminate barriers to entry. Such institutions, for example, would not have academic admission requirements. Such universities include Open University in Britain and Athabasca University in Canada. Such programs are commonly distance learning programs like e-learning, MOOC and open courseware, but not necessarily. Het is een mes, een troep eigenlijk deze. Dit is geen goede beschrijving. Waarom niet? Omdat het eigenlijk vooral gaat over open universiteiten. Nou, dat is maar een deel van de wereld, zou ik willen zeggen. Maar bovendien wordt in de laatste zin alles weer bij elkaar gehusseld. Men heeft het enerzijds over organisaties, anderzijds over programma's. Je kunt hier dus eigenlijk niks mee. Dus wij werken met een begrip waar we geen goede beschrijving van hebben. En dat komt een beetje omdat, wat er staat in de eerste zin, het is een collective term. En ik ga nu een poging ondernemen met u samen om wat orde in de chaos te scheppen en een model te bespreken waarin open education wordt afgebeeld. Nou, deze definitie hoef ik niet te herhalen. Dat is een bekende definitie van de Hewitt Foundation, maar je kunt ook een andere gebruiken van UNESCO of van de OECD. Lijkt allemaal een beetje op elkaar. En ik moet zeggen, OER is redelijk goed gedefinieerd. Redelijk goed gedefinieerd. Dus daar kun je wel aardig mee uit de voet. Dus anders als Open Education, daar is in ieder geval een definitie voor waar mensen mee werken. Maar OER, is vandaag ook al vaker gezegd, OER is niet hetzelfde als Open Education. Met OER heb je maar één component van education eigenlijk. Dat is de resources kant. Er zijn meer componenten noodzakelijk. Hier staat een begin van een model wat Open Education zou moeten inhouden. Open Education in het midden van de driehoek. En er zijn drie componenten. OER kennen we al, maar daarnaast heb je Open Learning Services, OLS, Open Learning Services. En daarnaast heb je Open Teaching Effort. Dus het is resources, middelen, leermaterialen. Het is diensten die je verleent en het zijn de mensen die dat doen. Die Open Learning Services component, die staat hier kort beschreven. Die is complementair aan OER. Die kan soms ook gratis zijn, dat is OER, maar daar kan je ook voor moeten betalen. Dan moet je denken aan allerlei voorzieningen, online en virtueel. Voorzieningen voor de tutoring, voor advice, meetings, et cetera. Allemaal activiteiten die je met elkaar kunt ondernemen. En dat is een belangrijke component om onderwijs, resources, ook zodanig te voorzien van activiteiten, zodat er ook echt wordt geleerd. Nou, dan heb je natuurlijk mensen nodig. Die mensen moeten betaald worden. Dus de Open Teaching Effort, dat is een echt betaalde activiteit. En die mensen die dragen bij aan het onderwijs als docent, als instructor, als ontwikkelaar van materiaal, als ook de ondersteunende staf, vergeet die vooral niet. En die hebben allemaal verschillende rollen. En daar heb je, als het even kan, een open en flexibele leeromgeving en cultuur bij nodig. En zijn we er nog niet. Open education is niet alleen maar de supply kant. Want daar hebben we het hier over. Het is de aanbodkant.
Er moet ook iets in zitten van demand. Dat is de vraagkant. Dat is ook al eerder vandaag gezegd. We moeten niet alleen maar kijken naar de aanbodkant. We moeten ook kijken naar de vraagkant. Die vraagkant laat heel interessante dingen zien. Die ook eigenlijk vandaag al genoemd zijn in bepaalde presentaties. Er zijn twee componenten toegevoegd. Links staat open to learners needs. Dus dan kijk je vooral naar de student. Wat wil die eigenlijk? Wat wil zij eigenlijk? Waar zijn ze mee gediend? En dan staat rechts open to employability en capabilities development. Deze twee componenten completeren het model. Dus je hebt dan uiteindelijk 5 componenten. 3 aanbodcomponenten en 2 voor de vraagkant. Die open to learners needs, nou, dat staat hier kort beschreven. Die leren die willen wel graag betaalbaar onderwijs. Die willen ook onderwijs wat te doen is, goede kwaliteit. Die willen interessant onderwijs en die willen daar profijt van hebben. Dat is wat de studenten en lerenden willen. Maar ook, zou je kunnen zeggen, er is een grote groep mensen die in omstandigheden zit die freedom of time, freedom of pace, freedom of places, tijd, plaats en tempo, onafhankelijkheid willen. Die graag open toegang willen en die graag een meer open programmering willen. Daarnaast is er de noodzaak om voorzieningen aan te bieden voor leven lang leren. En de brug te slaan tussen informeel en formeel leren, et cetera. Dan deze component, ook niet onbelangrijk, dat gaat in feite wat de samenleving verwacht van het onderwijs. Nou, dat zijn dingen als je moet vooral onderwijs bieden wat rekening houdt met de veranderingen die in de samenleving en op de arbeidsmarkt optreden. De beslissende rol van kennis en innovatie moet zichtbaar worden en we moeten rekening houden met de globalisering. En daarnaast moet je vooral ook kijken naar nieuwe skills die nodig zijn, is vandaag ook al even genoemd, critical thinking, et cetera. Nou, dan het model. Met dit model doe je in feite recht aan de diversiteit die gewenst is in het onderwijs. En bovendien kun je het model gebruiken om te mappen. Nou, dan gaan we eens kijken hoe we dat dan doen. Dit is een fingerprint, zou je kunnen zeggen, met die 5 componenten die in die rijen onder elkaar staan. In groen zijn dat de aanbodcomponent, in blauw de vraagcomponenten. Ik moet even een beetje water gebruiken, merk ik. En die fingerprint is eigenlijk een profilering die je laat zien van een instelling. Hier staat een instelling die volledig is overgestapt op OER. En die dus, wat OER betreft, op de 100% score zit. Dus die schuifjes die er staan, die kunnen van links naar rechts, van 0% naar 100%. En OER wordt door deze instelling van 100% ingezet. Er zijn niet zoveel instellingen die dat doen. En diezelfde instelling zit op de andere componenten, gewoon wat meer naar links. Dat kan allemaal. Die is misschien niet zo erg uit op zeg maar, rekening houden met de veranderingen in de samenleving en de arbeidsmarkt. Dus die laatste component. Maar dit is een plaatje wat je kan schetsen. Nou, dan komt er een instelling, die is nogal traditioneel. Die wil helemaal niks met OER te maken hebben. Dus OER helemaal naar links. Maar die heeft wel heel veel rekening in zijn aanbod met de arbeidsmarkt. Is erg extern georiënteerd. Dus die schuif voor de OEC, Open to Employability and Capabilities Development, zit behoorlijk naar rechts bij deze instelling. Dus je kunt wel zeggen, dit is een ouderwetse instelling, maar dat is maar de vraag. Die instelling is wel open voor die laatste component. Deze instelling kan bijvoorbeeld besluiten op een bepaald moment, hoe willen we over 5 jaar staan? En dan krijg je bijvoorbeeld het volgende plaatje. Dus in the future hebben ze besloten om toch wat meer aan OER te gaan doen. Ze blijven op het niveau van die rekening houden met de arbeidsmarkt en de samenleving. En zo krijg je een ander profiel met deze instelling. Nou, de MOOCs kun je hier ook in afbeelden in het plaatje. Een X-MOOC, een typische X-MOOC. Daar is veel discussie over het OER-gehalte ervan. Over het algemeen is dat niet zo hoog, dus die staat behoorlijk naar links. En de andere staan ook niet zo ver naar links. Wat niet wil zeggen dat MOOCs niet goed zijn. MOOCs zijn prima, maar je moet niet zeggen of niet de indruk wekken dat MOOCs net zo open zijn als in feite de Open Educational Resources wereld zou wensen. De C-MOOCs, nou, die staan weer helemaal 100% op OER, dus dat is weer wat dat betreft in ieder geval een stukje beter. Maar dat wil niet zeggen dat ik de C-MOOCs prefereer boven de X-MOOCs. Dat heb ik hier niet meer gezegd. Ik wil alleen maar zeggen dat je dus verschillende plaatjes kan maken voor instellingen. Nou, dan, dit is de fingerprint leeg. En ik zou eigenlijk niemand aanbevelen om die schuifjes allemaal links neer te zetten voor je instelling. Dat is onverstandig, want dan heb je eigenlijk een model waar je de toekomst niet mee in kunt.
Ik zou ook niet aanraden om alle schuifjes recht te zetten, want dan heb je waarschijnlijk een probleem met je business model. Maar ik zou wel iedereen aanraden om, misschien niet morgen, misschien niet volgende week, misschien niet volgend jaar, maar wel te werken naar 100% OER. En waarom? Dat is eigenlijk goed voor iedereen, voor elke instelling. Onafhankelijk van wat je identiteit is, wat je onderwijsfilosofie is, in welke sector je zit, PO, VO of HBO of WO, en wat de politieke context is. Wikiwijs, waar ik net naar refereerde, is gestart door Ronald Plasterk van de PvdA. En is vervolgens volledig geadopteerd door Halbe Zijlstra van de VVD. Het maakt niet uit van welke partij je bent. Het idee van het open delen van onderwijsmateriaal wordt eigenlijk gewoon los van de politieke partij gedeeld. Deze wil ik nog wel eventjes noemen. Het idee van opening up education, wat dus de commissie heeft bedacht als label, is interessant. Want het is een subtiele verandering ten opzichte van het woord open education. Het woordje up komt er nu voor. En dat heeft te maken met het model wat ik net schetste. Als je die term gebruikt, dan onderstreep je dat er sprake is van dynamiek. Er is sprake van beweging. Er is niet één model wat al, als het ware, allemaal al toegepast wordt. En bovendien kun je daarmee heel goed de diversiteit die er is en zal zijn, accommoderen. Die sla ik even over, want die gaat over de commissie zelf. Deze sla ik ook even over. En dan ga ik naar de conclusies, als het even mag. Hester, kan dat nog? Ja? Oké. Okay. De conclusies staan hier. De eerste is duidelijk. Er is toch sprake van onduidelijke beschrijvingen, definities van de termen die we gebruiken, waar wel iedereen in zit te werken. Het model wat hier is gepresenteerd, het Five Components Open Education Model, dat biedt een mogelijkheid om een genuanceerde benadering te kiezen voor open education door die vijf componenten, waarvan OER er één is. De fingerprints, die kun je gebruiken om te laten zien waar je profiel of je positie is als instelling of als initiatief. En dat dan gerelateerd aan die vijf componenten. Daarmee laat je zien dat er een grote diversiteit is in karakteristieken, in omstandigheden en de behoeften die bestaan in de samenleving voor onderwijs en leren. En zoals gezegd, zojuist, naar mijn gevoel van de vijf componenten is OER de enige component die echt door iedereen zou moeten worden nagestreefd om 100% te laten komen. Dat betekent dat Opening Up Education, het label dat de commissie hanteert, dat is een interessant label omdat het aangeeft dat er inderdaad sprake zal zijn van diversiteit. En die moet je vooral koesteren, die moet je niet opgeven. Er is niet één ideaal model voor onderwijs. Dat weten we al tientallen jaren, al decennia, al eeuwen. Er is niet één model wat ideaal is voor iedereen. En met het initiatief wat de commissie heeft genomen, durf ik nu al te zeggen, en liever zal ze dadelijk al toelichten, dat er sprake is van een enorme beweging die wordt gemaakt. En mijn laatste is een aanbeveling aan de commissie, die heb ik al eerder gedaan in Oslo in de conferentie in december vorig jaar, toen de ministers bij elkaar kwamen. OER is naar mijn gevoel de allerbelangrijkste van allemaal, ook in het EU-programma, omdat er sprake is van een overall no regret policy. Dat is voor iedereen goed, dus daar moet je vooral op concentreren. En al het andere is ook belangrijk, maar denk er vooral aan dat je de OER-aanpak mainstreamt in alle onderwijssectoren. En dan kan ik nu, denk ik, dit zijn de bronnen. Het zijn twee artikelen uit het trendrapport waar ik wat uit heb gehaald. En die kun je allemaal nakijken, daar staat het allemaal veel uitgebreider in. En ik dank jullie al hard voor deze aandacht, voor deze toespraak. En ik geef nu het woord aan Lieve.